Hey Fitsport, fijn dat je kijkt. We gaan lekker van start met een full body pilates les. Dus kom staan, plaats je voeten ter breedte van je heupbordjes. Je armen ontspannen langs je lichaam. Begin eerst met het losmaken van de nek. Dus breng je oor richting schouder en hou hier even vast. Langzaam je hoofd terug naar het midden en dan zo wisselen van richting. Hou vast. Adem in, kom omhoog en adem uit. Langzaam richting je schouder. Inademen op. Uitademen de andere kant op. Kom dan zo langzaam op. Breng dan je kin richting borst. Schud een keer nee. Adem in, kijk over je rechter schouder. En adem uit, kom terug naar het midden. Inademen, kijk over je linker schouder. Uitademen, terug naar het midden. Doe dit dan zo op jouw ademhaling. Laatste twee. Kijk dan zo heel rustig omhoog. Breng je kin op. Maak jezelf wat langer. En langzaam kijk je naar voren. Haal dan je schouders naar voren, omhoog en draai achterweg. Maak dan zo'n grote cirkel. En draai dan nu de andere kant op. Haal je schouders richting oren en ontspan. Doen we nog een keer. Haal je schouders richting oren en ontspan. Breng je armen via de zijkant op. Leid je handen tegen elkaar. Maak jezelf helemaal lang. Breng dan je armen langzaam naar het midden. Duw je handpalmen van je af. Schouders laag en pak dan zo achtervast. Stringel je vingers in elkaar en strek je armen uit. Activeer je buik, je stuit wijst omlaag. Doe nog een keer adem in, je armen komen via de zijkant op. Plaat je handen tegen elkaar. Adem uit naar het midden, duw je handpalmen van je af. Pak dan achtervast, strengel je vingers in elkaar, trek je schouderbladen naar elkaar toe. En kruis dan nu je armen zo voor je borst. Adem in door je neus en op een uitademing draai en kijk je over je schouder. Inadem in het midden, uitadem, draai de andere kant op. Op jouw ademhaling, in het midden, uitadem is draaien. Nog vier. Drie. Laatste twee. En kom dan terug naar het midden. Plaat je handen in je zij. En draai dan nu een cirkel met je heupen om je voeten. En met je handen stuur je je bekken. Dus goed opzij brengen. Hè? Voor, opzij en achter. En draai dan nu de andere kant op. Kom dan nu langzaam terug naar het midden. Plaat je handen net boven de knieën. Draai een cirkel met je knieën om je voeten. En draai de andere kant op. Strek dan nu je benen en plaats je handen waar ze landen. Dus je kan de mat aanraken of je handen zweven boven de mat. En kijk dan naar je navel. Dus je kin is goed ingenomen. Kijk naar je navel. En breng het gewicht nu wat meer naar de voorkant van je voeten. Dus je hakken kom een klein beetje los van de mat. Pak dan je ellebogen vast en wieg dan heel rustig van links naar rechts. Kom dan langzaam terug naar het midden. Plaats je handen in je zij. Maak een tafeltje van je rug. Adem in door je neus en op een uitademing kom je in één tel op. Schud dan even lekker los. Plaat je voeten nu wat breder. We gaan naar een zitbeweging. Dus adem in door je neus en op een uitademing zak je met je billen richting mat en langzaam terug omhoog. In door je neus, blaas uit, zak en langzaam terug omlaag. Het maakt helemaal niet uit hoe ver jij zakt, wat voor jou oké voelt. Wat belangrijk is, is dat je je buikspieren aanspant, je borst lift, dus je rug maak je zo lang mogelijk.
Ja, de rug is lang, is gestrekt. En voor je gevoel breng je je stuitje omlaag richting de mat. En als je je stuitje omlaag draait, vlak je je onderrug ook wat af. Laatste vier. Nog drie. Laatste twee. En de laatste hou je beneden vast. Hou vast. Oké, goed. Plaats dan de handen voor je. Zak dan nu helemaal door in een hurk zit. Kom dan zo hier op. En vanuit hier kom je langzaam naar voren in een tafelpositie. Dus je handen onder je schouders, knieën onder je bekken. En laat dan nu langzaam je buik richting mat zakken. Je borst lift je op en dan kijk je omhoog richting het plafond. Adem nu flink wat zuurstof in door je neus. En helemaal leeg blazen. En dan maak je je rug bol en hier hou je vast. Schud een keer nee. Laat het spanning los bij je nek. Kijk of het lukt om jezelf nog net wat verder omhoog te duwen. Dus je voelt die wervels zo heel rustig en langzaam uit elkaar komen. Je stuitje goed omlaag draaien. En maak dan een neutrale rug. Dus voor jouw gevoel een rechte rug. Strek dan je rechterarm uit. En je linkerbeen krul je tenen van in de mat. Navel trek je in. Schouders laag in door je neus. Op een uitademing lift je je linkerbeen. Navel in. Hou je vast. Zoek de lengte op. Voel je vingertoppen, je arm, je buikspieren, je bilspier, je been. En breng dan nu je elleboog richting je bovenbeen en maak jezelf lang. En op jouw tempo elleboog richting bovenbeen. En als het lukt om je ademhaling mee te nemen, inademen als je je lang maakt, uitademen als je je klein. Nog twee keer. In plaats van je handen en je knie terug, krol je tenen op. Breng dan zo langzaam je billen richting je hakken. Draai even lekker je polsen los voordat we naar de andere kant gaan. Als het te belastend is voor je voeten, dan plaats je je wreven op je mat. Dus kijk of het lukt om je tenen te krullen. Als het niet lukt, plaats je je wreven op je mat. Draai lekker zo je pols los. En kom dan weer terug in je tafelpositie. Dus je handen onder je schouders. Nu strek je je linkerarm uit. Je rechterbeen, tenen in je mat, in door je neus. Op een uitademing lift je je rechterbeen op. En hou dan hier vast. Verlengen. Dus maak jezelf helemaal lang. En je blik is omlaag richting je mat. Dus je kin is licht ingenomen. Activeer je buikspieren, dus voor je gevoel trek je je navel richting het plafond. Oké, maak jezelf klein door je elleboog komt richting bovenbeen en verleng jezelf. En als je jezelf verlengt, dan is je hoofd het hoogste punt. En je hoeft helemaal niet met je elleboog je been aan te raken. Hè? Dus pak de houding wat voor jou goed voelt. Twee keer. En dan plaats je je handen en je knie terug. En dan draai je handen naar buiten om. En dan plaats je ze zo terug op de mat. En dan voel je dat misschien heel goed bij je polsen. Weer een korte stretch voor de polsen. Dus breng het gewicht iets naar voren. Daarmee haal je wat spanningen vanaf. En een klein stukje naar achter. Dus iets naar voren. En een klein stukje naar achter. Schouders zijn laag. En dan strek je armen. Kom dan in een child pose. Dus met je billen richting hakken. Adem wat dieper in door je neus. En op een uitademing ontspan je. Adem in, kom langzaam terug omhoog. Let op. En op een uitademing. Breng je heup omlaag en hou hier vast.
Kijk omhoog. Adem hier diep in door je neus en op een uitademing billen naar achteren. Inademen is naar voren. Uitademen is met je billen naar achteren. Doen we nog 4 keer. Kom dan met je billen richting hakken. Als je het fijn vindt, je armen wat meer naar je toe. Adem wat dieper in door je neus. En op een uitademing ontspannen. Je kunt er ook voor kiezen om je armen langs je lichaam te plaatsen. En vanuit hier kom je langzaam op je buik liggen. Dus kom op je buik en je voeten plaat je breed. Dus je voeten bij de uiteindes, buitenkanten van de mat. Je handen op elkaar. Voorhoofd is op je handen. Schouders weg. Adem in door je neus. En op een uitademing lift je langzaam je bovenlichaam. Hou hier vast. Probeer nu eens je benen wat meer te ontspannen. Dus je bovenlichaam zweeft boven de mat. En je hoofd, die laat je zwaar op je handen rusten. Zodat je niet aan je nek gaat trekken. Dus je hoofd rust zwaar op je handen. Activeer nu eens wat meer je buikspieren. Dus goed je navel intrekken. Adem in door je neus. En op een uitademing draai je linker elleboog een beetje open. Langzaam terug naar het midden. Inademen. Uitademen draai je rechter elleboog een klein stukje open. Inademen in het midden. Uitademen is een kleine draai. Doe dit op jouw tempo. Dus de buikspieren actief. Schouders zijn laag. Laatste 4. 3. Nog 2. En ontspan. Breng nu je wang de andere kant op. Plaats zo je wang op je mat. Wieg even met je heupen van links naar rechts. En plaats dan je handen voor je. Leun op je vingertoppen. Dus je benen zijn uit elkaar bij de uiteindes van de mat. De handen die zijn breed. Ook een beetje zeg maar aan de buitenkant van je mat. Adem in door je neus en op een uitademing duw jezelf een klein stukje op. Kin is licht ingenomen. Hou vast voor 4, 3, 2 en plaats dan je onderarmen op je mat. Dus je ellebogen die staan onder je schouders. Kijk richting mat. Als je denkt vanuit mag van mij iets uitdagen, dan kun je ervoor kiezen om omhoog te kijken. Breng je schouders goed omlaag. Kijk weer richting mat. Adem in door je neus en op een uitademing kun je ervoor kiezen om jezelf iets omhoog te brengen. Schouders laag, borst gelift. En ook nu kun je ervoor kiezen om langzaam met je kin omhoog te komen. Je ellebogen wijzen naar elkaar toe. Schouders laag, borst omhoog, buik actief. Vanuit hier, kijk weer langzaam laag. Zak door je armen, buig je armen. Kom rustig terug en breng dan nu je wang de andere kant op. Adem wat dieper in door je neus en zucht eens uit. Haal dan je hakken richting bil. Pak hem even vast. En plaats langzaam terug en wissel dan. Dus je hakken richting bil. En langzaam terug. Plaats dan nu je handen op elkaar. Je voorhoofd rust op je handen. Schouders laag. Je benen zijn wat dichter bij elkaar. Dus je benen zijn de breedte van jouw heupen. Een klein stukje uit elkaar.
Adem in door je neus en op een uitademing lift je je rechterbeen op. Hou vast. En je linkerbeen op. Hou vast. Plaat je rechterbeen terug en je linkerbeen. In door je neus. Op een uitademing lift je linkerbeen op. Hou vast. Je rechterbeen op. Hou vast. Je linkerbeen terug. En je rechterbeen terug. En dit doen we een aantal keren achter elkaar. Dus rechts. Links. Rechts. Links. En nu start je met links. Rechts. Links. Rechts. Pak dan jouw tempo op. Dus pak het tempo op dat jij prettig vindt. Belangrijk is dat we je schouders doen. Dus misschien merk je op dat je schouders langzaam richting je oren gaan. Dus probeer je schouders weg te duwen. Dus maak je nek lang. Activeer goed je buikspieren. Neem je ademhaling mee. Steeds wanneer jij kracht zet, blaas je uit. Dus in dit geval wanneer jij je been lift, blaas je uit. Laatste keer. En ontspan. Plaat je wang aan de andere kant. Wieg dan weer zo heel rustig met je heupen. Oké, goed. Plaat je onderarmen op je mat. Adem in door je neus en op een uitademing duw je jezelf langzaam op. Hou je vast. Dus je ellebogen staan weer onder je schouders. Schouders laag. Borstbeen wat gelift. En je kin is ingenomen. Adem in door je neus. En op een uitademing strek je je rechterarm uit. Hou vast. En langzaam terug. In door je neus. Blaas uit. En je linkerarm strekken. En terug. En dit wissel je zo langzaam af. Rechts en links. Als je dit te belastend vindt voor je rug, kom dan liggen. Plaat je voorhoofd dan op je mat en strek dan om en om je arm uit. Dus mocht het te belastend zijn voor je rug, kom je op je buik liggen. Belangrijk zijn weer die buikspieren. Hè? Trek je navel in om je rug te ondersteunen. Nog 4. 3. Laatste 2. En de laatste. Duw jezelf dan langzaam op. Kom met je billen richting hak in een child pose. Adem wat dieper in door je neus en zucht dus uit door je mond. Duw jezelf langzaam op. Kruis je benen achter je. Rol over je hakken door. En kom dan zitten. Strek je benen voor je uit. Maak je rug even lang en actief. Vanuit hier kom je een klein stukje naar voren zonder dat je rug bol maakt. Maar hou nog steeds lang en actief. Je kunt er ook voor kiezen om je benen licht gebogen te houden. Hè? Dan merk je wat dat doet met je rug. Dus je tenen naar je toe. Benen span je aan. Navel in en je strekt je rug op. Alsof je ergens tegenaan zit. En vanuit hier rol je langzaam af op je rug. Dus kom heel rustig op je rug liggen. Haal je knieën naar je toe. En draai dan je onderrug in je matje. Dus draai een cirkel. En draai dan de andere kant op. En licht dan heel langzaam van links naar rechts. Plaats je voeten op je mat, hakken dicht bij je billen, armen ontspannen langs het lichaam. We gaan naar een brug. Dus bij een brug is het belangrijk dat je rechts omhoog kijkt. Dus niet te veel naar links en naar rechts kijken. Zorg er ook voor dat je niets onder je hoofd hebt. Geen kussentje, want dat is te belastend voor je nek. In door je neus en op een uitademing kantel je je bekken en duw jezelf langzaam de deurlop van je voeten op. Hou je boven vast. Activeer nu wat meer je billen. Je benen, trek je navel in en
Breng het gewicht naar de binnenste randen van je voeten. Voel het gewicht onder je voeten en met behulp van je voeten duw je jezelf langzaam verder omhoog. Als het lukt, pak je je vingers onder je rug en dan vouw je je vingers in elkaar. Haal je schouderbladen op meer naar elkaar toe. Navel is in. Steeds wanneer je uitademt, onderzoek je of dat je misschien net wat verder omhoog kunt komen. Plaats dan weer je armen op je mat en vanuit hier rol je heel rustig af. Iedere wervel raakt je mat, je onderrug en als laatste je billen. Kantel je bek en kom weer langzaam terug omhoog, niet te ver omhoog en rol weer langzaam af. En dit doe je zo op jouw tempo. Als je bekken kantelen voel je onderrug, midden van je rug, richting je schouderbladen en langzaam terug omlaag. Voel ook weer je onderrug en dan pas je billen. Ben jezelf bewust van het kantelen van je bekken. Je kunt je handen in je zij plaatsen. En zo een beetje met je handen je bekken sturen. Laatste twee. Vanuit hier kom je rustig liggen. Haal je knieën richting borst en licht dan zo van links naar rechts. Kom dan in een tabletop, in een tafeltje. Plaats je armen breed langs het lichaam, je handen ter hoogte van je schouders. En kom met beide knieën naar links. Hou hier vast. Zorg ervoor dat je rechter schouderblad goed op de mat is. En jij bepaalt zelf hoeveel je de benen naar links laat zakken, hè, wat voor jou goed voelt. Strek je benen en buig ze. Trek je navel in en kom langzaam terug naar het midden. Gaan beide knieën naar rechts. Zorg ervoor dat die linkerschouder wat goed op je mat blijft liggen. Activeer je buik, in door je neus, blaas uit. Strek, buik, trek je navel in, kom langzaam naar het midden. Beide knieën naar links, strek, buig, naar het midden, naar rechts, strek, buig, naar het midden. Pak nu jouw tempo, dus als je denkt het gaat te snel, doe het dan wat rustiger aan. Laatste twee. Kom dan naar het midden, plaats je voeten op je mat, je armen langs je lichaam en wieg dan langzaam met je benen van links naar rechts. Strek je benen uit over je mat, trek je navel in en lift dan nu heel rustig je rechterbeen op. Met je linkerbeen sluit je aan, je rechterbeen komt omlaag en je linkerbeen sluit aan. Nu start je op links, rechts, eerst je rechterbeen, dan links. Rechts, links, rechts, links en dan start je op links, rechts, links en rechts. Ook nu. Pak het tempo dat bij jou past. Als je het fijner vindt om je benen licht gebogen te houden, dus zo, kan ook hè. Dus kijk even wat het goed voelt. En je armen zijn ontspannen, je vingers, je gezicht, dus je voorhoofd, je ogen. Laatste twee. Maar
plaats je beide benen op je mat. Schud even los. En loop dan met je hakken helemaal naar rechts. Tot je niet meer verder kunt. En plaats dan je linkerhak over je rechter wreef. Je armen komen langs je oren. En kom dan met het bovenlichaam ook helemaal naar rechts. En plaats dan je linkerhand in je rechterhand. Als je denkt, hey, ik voel echt helemaal niets. Dan loop je met je hakken nog wat verder naar rechts. Of juist met je bovenlichaam. En kom dan langzaam terug naar het midden. Loop dan met je hakken helemaal naar links. Plaats dan je rechterhak over je linker wreef. Met het bovenlichaam kom je ook helemaal naar links. En nu plaats je je rechterhand in je linkerhand. Schouders laag. Adem wat dieper in door je neus. En zucht eens uit. Langzaam terug naar het midden. Plaats je voeten op je mat. En wieg dan weer zo heel rustig je knieën van links naar rechts. En dan beide knieën naar links. En vanuit hier stapel jezelf langzaam op. En kom in een kleermaker zitten. En draai dan heel rustig een cirkel met je rug aan de achterkant bol en aan de voorkant rol. Voel dan even naar de oefeningen die we zojuist hebben gedaan. Misschien voel je je rug nog wat naar. Er zijn al wat oefeningen voor je onderrug gedaan. En draai dan langzaam de andere kant op. En de voorkant adem je in. En aan de achterkant adem je uit. En vanuit hier stapel jezelf langzaam op. En je oren en je schouder. Maak een halve cirkel voorlangs. Wissel dat zo af. En dan je kin richting borst. Kijk langzaam naar voren. Adem in. Je armen komen via de zijkant op. Pak je handen zo vast. Voor je borst. En geef jezelf een diepe buiging. Dankjewel. Fijn dat je meedeed.